als je iets doet, dan moet je het goed doen. Tenminste, dat denken ze kennelijk bij Jaguar, want 2 jaar geleden hadden ze nog niet 1 SUV. En nu al staan we bij de introductie van SUV nummer 2. Eerst de F-Pace en nu deze kleinere E-Pace. En dat is ook niet zo gek, want sinds de F-Pace er is, schieten de verkopen van Jaguar door het dak. Vorig jaar was bijna 1 op de 2 Jaguars een F-Pace. Kortom, die SUV-koe die staat te springen om uitgemolken te worden. Blijft alleen de vraag over, hoe smaakt de melk in kleinere verpakking? Te klein is hij in ieder geval niet, want achterin kun je 577 liter bagage kwijt. En dat is op zich voor dit segment, als je dat vergelijkt met een GLA of een X1 of een Volvo XC40, dan is dat best wel veel. Door zijn beperkte lengte is het wel wat minder op het moment dat je alles plat legt en ook die daklijn die loopt af. Ja, dat scheelt natuurlijk ook de nodige liters, dus dan is hij relatief krap. Maar ja, hoe vaak heb je alles plat liggen en zelfs dan nog, het is best wel een hoop ruimte natuurlijk. En ook hier op de achterbank, nou ja, ook weer die dalende daklijn is de hoofdruimte. Het is wat beperkt, maar op zich, ik met mijn 1,80 meter zit goed. Ik kan mijn voeten ook onder de stoel voor me kwijt. Genoeg beenruimte. En dat is keurig. En toch, het zwaartepunt bij de ontwikkeling van het interieur lag voorin. Want daar heeft hij echt een hele bijzondere cockpit. Deze E-Pace leent niet alleen van buiten, maar ook van binnen heel veel van de F-Type. Dus je hebt echt een beetje het cockpit-idee. Je ziet ook heel veel van die styling-elementen, zoals die handlebar waar je als passagier aan kan vasthouden. Dat komt rechtstreeks over uit de F-Type. De raamlijn is heel hoog, daardoor krijg je echt een beetje het cockpitgevoel. Hele mooie materialen. Nou is dit natuurlijk een dure uitvoering. Maar desalniettemin, het ziet er allemaal fris uit. Het past mooi in lijn met wat andere Jaguar producten gebruiken. En het heeft heel veel sfeer en dat is heel belangrijk. Ergonomisch, op zich werkt het allemaal prima. Het touchscreen is oké, alleen wat de XC40 heeft, dat is wat sneller. En een BMW X1 bijvoorbeeld heeft een veel fijnere controller. Maar goed, op zich, het voldoet. De basis van de Jaguar E-Pace is dezelfde als die van de Range Rover Evoque. En dat betekent dat dit op dit moment de enige nieuwe Jaguar is die je kan kopen met motor dwars voorin. Het is dus ook de enige Jaguar die je kan krijgen met voorwielaandrijving. Dat kan dan wel alleen op de basisdiesel. Dat is een 2 liter 4-cilinder turbodiesel, de zogenaamde Ingenium motor. Die variant is er met 150 pk, 180 pk en de topdiesel waar wij mee rijden die krijgt een extra turbo. 240 pk heb je dan. Benzine rijden kan ook, heb je ook altijd een 2 liter turbomotor met 4 cilinders en die heeft dan naar keuze 249 of 300 pk. Maar even terug naar deze topdiesel. 240 pk, 500 Nm en dat is veel. Dat is meer dan wat je kan krijgen bij zo'n beetje alle premium concurrenten. Punt is een beetje, dat heeft de E-Pace ook nodig, want hij is zwaar. Deze variant weegt 1926 kilo en dat is echt honderden kilo's meer dan de meeste concurrenten. Dat betekent dat een XC40 D4, die heeft 190 pk en die is wel iets minder vlot, maar het scheelt niet heel erg veel. Dat is op zich jammer, want de aandrijflijn ja, is prima. Die 2 liter Ingenium diesel die hebben ze de afgelopen jaren wat verder verfijnd, dus dat ratelende dat is eruit. Het is een keurige krachtbron, reageert goed op het gas, zit standaard aan een 9-trap ZF-automaat die ook lekker vloeiend schakelt. Dus het is best een prettige aandrijflijn en als je hem aanmoedigt dan presteert hij ook wel oké. Maar het is niet de overmacht die je zou verwachten van zoveel meer vermogen ten opzichte van zijn concurrenten. Dat hoge gewicht heeft nog een nadeel. Dat betekent dat de motor relatief veel verbruikt. Dat betekent meer CO2, meer belasting en dus een hogere prijs. Dus hij is ten opzichte van de concurrentie ook niet heel erg voordelig. Dus dat is wel jammer. Wat je dan wel krijgt voor je geld is een relatief uniek vierwielaandrijvingssysteem. Want ook dat deelt hij met de Evoque en in de basis ook met de Ford Focus RS. Al heeft deze helaas geen driftmodus. De minder krachtige motoren die krijgen een relatief conventioneel Haldex systeem. Dus in principe zoveel mogelijk op de voorwielen en als die grip verliezen dan gaat er kracht naar de achteras. Maar de topdiesel en de topbenzine die hebben nog een aanvulling en dat heet dan Active Driveline. Dat betekent dat niet alleen het vermogen tussen de voor- en de achteras verdeeld kan worden, maar in de achteras zitten 2 koppelingen. Dus het vermogen kan ook verdeeld worden over het linker en het rechter achterwiel. En dat betekent dat op het moment dat je de bocht uitkomt en je geeft gas, dan kan er meer kracht naar het buitenste achterwiel, waardoor de auto eigenlijk op het vermogen alleen al een beetje draait. En dat betekent dat op het moment dat je heel veel vermogen vraagt, bocht uit, dan is hij minder onderstuurd dan de meeste concurrenten. Sowieso is dit best wel een hele dynamische auto geworden binnen zijn segment. Hele stugge vering en demping. Daar heeft het comfort dan ook wel wat onder te lijden. Al zeg ik erbij dat dit een Art Dynamic is, dus een sportonderstel en dan heeft hij nog 20 inch wielen. Maar dat voel je wel op slecht wegdek. Anderzijds, je voelt het ook in de bocht. Hij is heel precies te plaatsen. Er is veel grip, veel tractie. Ook zoals ik al zei, bocht uit. En, dankzij dat spare differentieel, kun je hele leuke dingen doen in het terrein.
vraag is dat genoeg? De e-Pace is namelijk een dure auto, minimaal 50.000 euro en de topdiesel 70.000, voordat je begint te strepen op de optielijst. En dat voor een auto die afgezien van zijn onderstel de concurrentie niet noemenswaardig overklast. Natuurlijk gaat de e-Pace het goed doen, want hij zit in een razend populair deel van de markt en in de juiste uitvoering smolt de e-Pace enorm goed. Maar zoals ik aan het begin van de video zei, als je iets doet, moet je het goed doen. En de e-Pace, hij is niet slecht, maar hij had beter kunnen zijn.